in Groningen, bij Odyssey. In het kasteel op de Melkweg 1 wordt de hackathon weer voorbereid van april. 15, 14 en 13 april. Even kijken. Een prachtig oud gebouw van de Universiteit van Groningen. En hier zit Odyssey. En zij zijn het eerste bedrijf wat hier gewoon is, heeft plaatsgevonden. Je ziet hier die oude dingen die we nog van de hackathon kennen. En ze zijn weer echt bezig om de volgende, die wordt nog groter. Meer dan 100 teams, 20 verschillende challenges. En dat wordt hier georganiseerd. Ook weer in de suikerfabriek. Wordt goed gepland. En het is ook echt gewoon van, ze zijn bezig met de publieke digitale infrastructuur, zeg maar, om mass collaboration mogelijk te maken. En natuurlijk is Rutger van Zuidam weer heel druk bezig. Ik heb net met hem gesproken, ik had eventjes, hij gaat in ieder geval een mooie dag toevoegen aan het programma. Dus 3 dagen is de hackathon, vrijdag, zaterdag, zondag. En op maandag gaan de winnaars, die gaan praten met degene die de challenges hebben ingevoerd. Of hebben opgegeven en die gaan praten over hoe nu verder. Om te zorgen dat de effecten en wat gemaakt is, dat dat zeg maar meteen gewoon diep verbreid wordt. Dus er komt nog een extra maandagdag en dat is de interessantste dag die er is. En daar ga ik dan ook gewoon me vervoegen en proberen om daar een beetje verslag van te doen. Want dat zijn natuurlijk de winnaars die dan meteen bij elkaar gaan samen praten over hoe nu verder. Hoe kunnen we dit nou tot een succes maken? Nou, het is weer een mooie bijdrage, een mooie invulling van vernieuwing. Een hackathon moet natuurlijk gewoon leuke dingen maken, maar daarna moet het gewoon doorgaan. Dat is het allerbelangrijkste, dat het ecosysteem geladen wordt. En dat wordt hier allemaal in het kasteel bij elkaar georganiseerd. Dus be there in Groningen. Ik geloof 12, 13, 14 en dus ook 15 op maandag april.